We zamelen in voor Voedselbank Utrecht. We zijn zo halverwege de dag. Dat is wel het moment om een balans op te maken. Vrijwilliger Ronald was al een beetje aan het tellen, dat heb ik hem gevraagd. En wat is de stand van zaken tot nu toe? Ik denk ongeveer een 20, 25 kratten toch wel. Nou ja, ik heb wat ervaring met de vorige dagen. Volgens mij is dat een redelijke score tot nu toe. Maar we zijn er nog niet. We hopen dat nog heel veel mensen natuurlijk komen. Ronald, ik zei het, jij bent vrijwilliger. Ja. Waar en wat doe je precies? Ik ben eigenlijk 7 dagen in de week vrijwilliger. Zondags, de ene keer is er wel wat te doen, de andere keer niet. Maar normaal gesproken rijd ik 6 dagen in de week met de bus rond om de leveranciers af te gaan. En de eventuele telefoontjes die we krijgen als iemand weer wat aan te bieden heeft. En dan gaat het vaak om grotere aantallen. Niet om 1 tasje, want die komen de mensen zelf wel brengen. Dus het zijn vaak bedrijven, instellingen, die een overschot van iets hebben. En dan aan de voedselbank denken. Wat hartstikke goed. Nou weet ik inmiddels dat de Voedselbank Utrecht ook heel veel afdelingen eigenlijk heeft. Waar zit jij precies? Ik zit bij uitgiftepunt De Plantage. Uitgiftepunt Ondiep. Ja, precies. Dat is Ondiep. En hoe lang doe jij dit werk eigenlijk al? Ik doe dit werk nu 1 jaar en een paar maanden. En bevalt het? Ja, prima. Ja? Prima, ja. Want jij zegt net bijna 7 dagen en jij hebt helemaal geen vrije dag meer, joh. Nee, maar dat maakt niet uit. Nee. Ik hou van werken, dus het liefst werk ik ook 7 dagen. Ja. Wanneer heb jij voor het eerst gehoord of contact gehad over de voedselbank en dacht je ook zelfs nog, hé, daar ga ik wat voor doen? Ik ben werkloos teruggekomen uit Engeland. En toen ben ik hier in de dak- en de thuislozenopvang terechtgekomen ook. En ik heb geen sollicitatieplicht wegens medische redenen, maar ik wou wel wat doen. En toen hoorde ik via mijn moeder, die woont in Ondiep, van joh, ze zoeken vrijwilligers bij de voedselbank, is het niks voor jou? En zo ben ik binnengedruppeld. Ben ik eerst als vrijwilliger op de zaterdag op de uitgiftedag ben ik begonnen. En ik kreeg wat meer tijd in, ben ik door de week ook begonnen. En toen de tijd de vaste chauffeur, die moest stoppen vanwege medische redenen. En toen heb ik het overgenomen. Wat hartstikke goed. En kom jij natuurlijk ook heel veel in contact met mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank? Ja iedere zaterdag. Hè, dan komen de cliënten hun pakket ophalen. Dus ja, die zie je iedere zaterdag. Een fijne job dus die jij hebt die jij wellicht ook nog wel heel lang wil blijven doen? Als het aan mij ligt wel. De dankbaarheid die je dan zaterdag van de mensen krijgt. Ja, daar doe je het voor natuurlijk. Hè? Ja, hartstikke goed. Ik zie in ieder geval weer dat er mensen weer achter jou weer binnenkomen. Zullen we nog even gezamenlijk, of doe jij het misschien, is toch leuker, ik doe het al zo vaak. Wil je nog een oproep doen aan de mensen om zoveel mogelijk nog te komen om deze middag nog een aantal kratten bij elkaar te krijgen? Ja, nou ja, goed. Aan een ieder die dit ziet of hoort, ik zou zeggen, duik in je kast. Kijk wat je over hebt en kom dat brengen. Staat er niks in je kast, kijk dan eens een keertje met de ogen op de feestdag, een keertje in je portemonnee en kom dan alsnog een tas brengen. Dat ziet er prachtig uit. Ik ben er meteen gepakt door de tekst. Eet met je hart. Doen jullie dan ook iets speciaals? Wij zijn een stichting en wij zetten ons in voor kwetsbare ouderen in Utrecht. En wij maken waardevolle ontmoetingen mogelijk voor ouderen die moeilijk van huis komen in de wijk zelf, samen met buurtbewoners. En is dat hier dan in Utrecht? Ja, dat is echt in Utrecht. Dat is echt Utrecht voor Utrecht. Dus we zetten ons echt puur in voor de kwetsbare Utrechtse bewoners. Hartstikke mooi. En deze spullen, is dat dan, hebben jullie dat dan nu gekocht of is dat? Nee, we hebben voor Sinterklaas een Sinterklaasviering gehad voor de ouderen uit Utrecht. En deze spullen zijn over en die wilden we graag hier naartoe brengen. Ja. Wat een ontzettend goed initiatief. Ik weet zeker dat de vrijwilligers van Voedselbank Utrecht daar dolgelukkig mee zijn. Dus ik zeg, laten we het naar ze toe brengen. Oké, best zwaar hoor. Hallo, ik wil het achterlichten bij de voedselbank.
En mag ik echt zien dat ik het prettig graag terug? Ik heb de afgelopen vier dagen veel mensen hier gesproken en Jan Zwarts van Voedselbank Utrecht. Wat mij opviel is dat mensen een beetje in de veronderstelling leven, althans een aantal, dat mensen die gebruik maken van de voedselbank, dat ze denken dat die vaak uit sociale lagere klassen komen en een uitkering genieten. Klopt dat? Dat klopt dus helemaal niet. De gedachte is dat als iemand een bijstanduitkering heeft, dat men dan in aanmerking komt voor de voedselbank. Ik kan je vertellen dat de deelnemers aan de voedselbank hebben nog minder geld dan een bijstandsuitkering. Dus dat is gewoon helemaal niet waar. En het is ook in alle lagen van de bevolking waar het voor kan komen. Echtscheidingen, zonder werk raken. En je kunt je voorstellen, je kan nog zo'n hoog inkomen hebben als je dat met z'n tweeën hebt en allebei wordt werkeloos. Dan kom je heel dicht bij het verstrekken van een voedselpakket. Dus dat is niet waar, niet alleen de sociaal lagere klasse. En we verzamelen dus voor iedereen. En ja, wij hopen allebei dat u vooral nog vandaag komt met spullen voor iedereen. Ja, het is een beetje een rustig moment. En dan ga ik al kijken op de redactie. En ik wist het wel, Aleta Leidelmeijer. Als er tassen zijn, dan komt er iets goeds aan. Wat heb jij voor ons? Ik hou van shoppen. En als het nog voor een goed doel is, dan helemaal. Ja, hier winkelcentrum De Gaard leeg gekocht. Vooral verzorgingsproducten. Want natuurlijk, wij als vrouwen weten hoe belangrijk dat is om in huis te hebben. En hoe vervelend het soms kan zijn om het te moeten kopen. Want het is niet altijd in de aanbieding. Nee. Dus vandaar dat ik heel veel heb meegenomen. Inderdaad. Ja, echt natuurlijk ook de maandelijkse producten. Scheerschuim. Ook heel belangrijk. Ja, dit is dan wel voor de man. Tandenborstels. Maar in deze tas zit meer voor de vrouw, hè? Ja. Dus Wat deo en nog meer maandverband natuurlijk. Het is wel geweldig geleden, want inderdaad, dit is gewoon wat ze heel erg nodig hebben. Maar goed, ook belangrijk, hè? Ja, maar dat kan je soms natuurlijk wel vergeten. Want je denkt voedselbank, dan denk je alleen maar aan eten, pasta, sausen, houdbare dingen. Maar ja, dit is minstens zo belangrijk. Ik ben er heel blij mee. Je weet, iedereen is er blij mee. Voedselbank Utrecht krijgt dit allemaal. Jij weet de weg te gaan, hè, naar het kraampje. Jij levert het in bij de vrijwilligers. Dat gaan we doen. Ze heten Samantha en Ronald. Nou, dan gaan we Samantha en Ronald eens even blij maken. Hartstikke voor goed. De voedselbank. Joe, dank je. Hoi. Hoi. Verzorgingsproducten. Ja, hartstikke mooi. Kunnen jullie wel wat mee, hè? Ja, zeker. Schoenen ook, hè? Ja, dat is ook van Tilly, ja. Is dat. Ik ben iemand wel de boodschap brengen. Ja. Ja. Ik zou een beetje spullen brengen. En hebben jullie de boodschappen gedaan? Of hebben jullie het zelf ingezameld? Thuis hadden we gewoon heel veel spullen nog. Dus je hebt de kast van de moeder opgeruimd? Ja, we hebben gewoon alles wat we konden vinden. Leuk. Gepakt en En weet moeder het wel? Of heb je het stiekem gedaan? Nee. Ze heeft ook meegemaakt. Dus. Helemaal leuk. Kijk eens, een leuke tas voor jullie. Niet ruzie maken? Nee. Misschien kan mama weer nieuwe boodschappen voor jullie halen. Ja? Gaan wij het dan morgen doen? Ja. Oké. Okay. Ja? Fijne dag. Doei. Die hebben... Naar de baling. Oké. Okay. Hallo. Hallo. Je hebt een mooie rondtas. Heel mooi, mooie tas. Heel gaaf. Mooi hoor, lekker veel. Kunnen we ook mensen mee blij maken. Mooi. Mooie tas voor u. Als bedankje. Dankjewel. Een fijne dag. Tot ziens. Dag.